En ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik houd heel erg van het bijzondere en van het exotische. Ja. En dat Afrikaanse heeft een bepaalde puurheid in hun etnische kunst, zeg maar, vorm, taal, wat mij heel erg aanspreekt. Art & Dining is het restaurant in het Dordrechts Museum. Vandaag ontvangen we bij Art & Dining de Dordtse kunstenares Diana van Hal. Diana maakt vooral grafiek zoals linosnedes. Onlangs won ze de kunst.nl grafiek publieksprijs. Diana wordt geïnspireerd door Afrikaanse vormentaal, motieven op stoffen, beschilderde huizen en muziek. Maar ook de Biesbos is een grote inspiratiebron. Kleurrijke en stralende panelen en prenten zijn het resultaat. In Art & Dining maakt chef-kok Jack zijn eigen kunstwerk voor Diana. Diana, Afrika, maar ook Biesbos, als ik begrepen heb. En dan kom ik al snel op verzand. Ik wil een verzandje gaan, iets met verzand gaan doen. Wat een prachtige ruimte. Ja, dit is echt zo'n geweldige plek om te zijn. Nou, dan ga ik even verder snijden. En alles wat ik nu weg ga snijden, wordt rood. Even kijken of de druk nu... Dat is volgens mij een uitstekende druk. Kijk. Ja. Dit is hem geworden. Nou, wat leuk. Ik heb eigenlijk zo'n 25 jaar van alleen maar verkoop van mijn werk kunnen leven. Eigenlijk heel bijzonder, al zegt ik dat zelf toen niet zo erg. Ja. En toen het noodzakelijk werd om die workshops echt te gaan geven, bleek na verloop van tijd dat mij dat ook heel veel gaf. Ja. Hey, kijk eens. Nou, dat ziet er wel geweldig uit, zeg. Eet smakelijk. Nou, dat gaat heel goed smaken. Dus,